Na de wedstrijd zien we hier in de businessruimte zien we een bekende voetballer staan. En dat is Michael Biku. Michael Biku, oud-speler van Feyenoord. Ja, en een beetje de chameur hier van diverse vrouwen binnen Sportlust. Mike, wat brengt jou hier bij Sportlust? Ja, mijn zoon speelt bij Sportclub Feyenoord en hij heeft gespeeld vandaag en kom ik aan hem kijken. Ga je elke wedstrijd kijken? Ja, bijna elke wedstrijd, want ik heb twee zons en de oudste speelt bij de eerste van Sportclub. En als ik heb de tijd, dan kom ik kijken wat hij doet en zijn ontwikkeld volgen. Doe jij nou wat bij Feyenoord? Ja, ik ben hoofdtrainer voor Feyenoord Soccer School, waar we geven kliniek overal in het land en in het buitenland. En ik ben meestal in de buitenlandafdeling. Je bent in Nederland blijven wonen? Ja, Nederland is een mooi land. En, waar woon je? Je woont nog steeds in de buurt van Rotterdam, neem ik aan? Altijd hetzelfde huis waar ik woon in Roon voor 21 jaar. We hebben je in het verleden al een paar keer hier gehad met oud Feyenoord, hè? Ja, oud Feyenoord, we spelen nog steeds. Is voor mijn team wedstrijd en ik doe ook altijd mee. Je bent ook niet te vermurren, hè? Nou. Ja. Scoor je nog steeds, of niet? Ja, ik heb nog twee goede benen en ik ben nog fit. Hoe jong ben je? Ja, ik ben nu 49. Hoeveel? 49. Oh, dat is nog een broekie. Dat moet wel kunnen. De tijd gaat snel, hè? De tijd gaat snel. Ja, maar jij had nog een vraag aan sporters van je. Ja, de vraag was, wat zijn de criteria om pupil van de week te zijn? De pupil van de week die wordt uitgezocht door onze PR-communicatiedame Josien Verhoeven. En die selecteert uit diverse jeugdelftallen selecteert ze een jongetje die opgevallen is of die goed bezig is op zijn manier. Okay. En zo wordt de jongen geselecteerd. En die krijgt dan een bezoekje thuis van onze Jan Moes. Die gaat bij de familie thuis en die legt een beetje uit wat er gebeurt. En dat jochie niet helemaal onvoorbereid hier komt. Okay. En dat is een beetje de criteria. Oh, nou. Maar begrijp ik hier goed uit dat jij graag een keer pupil van de week wil zijn? Nou, niet voor mij is goed om te weten. Maar dat voor de kind is altijd belangrijk. Als je hem controleert en ziet wat hij doet op voetbalgebied. En ook buiten voetbal en pupil van de week aan hem geven. Dan zijn dat kan niet meer stok. Ik zal het doorgeven, dan gaan ze jou de volgende keer kiezen tot pupil van de week. Dames en heren, dit was Michael Biku. Wie kent hem niet? In een ver verleden voetballer voor Feyenoord. En een beetje de liefhebber van al het Feyenoord publiek. Ook Michael Biku was hier vandaag aanwezig. Sportlust vernederde Feyenoord met 1-0. Wij wensen u nog een fijn weekend en tot Sportlust.